Hallo, mijn naam is Meme Meijer en ik heb zelf een vredesorganisatie Peace SOS opgericht. En ik ben moeder van een zoon en op de achtergrond zie ik nu ook onze kat lopen. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar goed, ze is een beetje eigenwijs, dus ik laat haar daar maar even lopen. En ja, iemand die ik ken, die heeft gevraagd of ik het een en ander zou willen vertellen over stigmatisering. En ja, eigenlijk weet ik niet zo goed wat het verschil is tussen stigmatisering en discriminatie. Ik vind dat ze veel dezelfde raakvlakken hebben. In ieder geval gaat het erom dat je je anders voelt omdat je een psychische kwetsbaarheid hebt. Of dat je het gevoel hebt dat mensen ook anders tegen je doen omdat je een psychische kwetsbaarheid hebt. Nou, ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik weet nog heel goed in 2009... Toen was ik gedwongen opgenomen en toen zei de psychiater tegen me van... ja, wat vind je er eigenlijk van dat je de diagnose schizofrenie hebt? Nou ja, ik had het nog nooit eerder gehoord. Ik wist het helemaal niet. En ik schrok me echt een ongeluk. Ik kon me helemaal dat gesprek niet meer concentreren. En het golfde alleen maar door me heen van... Oh, ik heb schizofrenie, En ik hoor er niet meer bij en ik ben een outcast. En nou, wil niemand me meer zien. En... ja, ik vond het echt heel heftig en ik weet, Jim van Os spreekt ook van het psychose spectrum syndroom. Dat vind ik al een veel betere benaming. Maar in ieder geval, toen ik dus die diagnose kreeg, was ik echt van de kaart en dat duurde heel erg lang. Ik had ook een depressie en ik vond het echt heel moeilijk. Totdat ik dus dit boek las. Van Arnold Lauving. Morgen ben ik een leeuw. En dat gaf me hoop. Zij beschreef ook een ander boek van Robert Scott. Dat is dit boek. The Making of a Blind Man. En daarin wordt beschreven dat de diagnose die bijgesteld wordt. Dat dat invloed heeft op je functioneren. Dus het gaat de making of blind man. Dat zegt ook van in hoeverre iemand iets nog kan. Als die blind is, hangt ook af hoe je die persoon benadert. Dus mensen die echt het label blind kregen, die konden veel minder dan mensen die het label slechtziend of ziend met een beperking kregen. Omdat die mensen zich nog wel moesten zien te redden. Dus toen dacht ik van, oh... Dat kan ik misschien ook op mezelf toepassen. Dus toen heb ik eerst lange tijd gedacht van, nou weet je wat, ik doe gewoon alsof er niks met mij aan de hand is. Dat wilde ik ook heel graag. Ik wilde weer door met mijn leven, vooral na mijn eerste psychose. Maar ik had ook last van de bijwerkingen van de medicijnen en daardoor stopte ik dan met de medicijnen en dan kreeg ik weer een terugval. En daarna was ik nog een keer gedwongen opgenomen geweest, nog een tweede keer. Maar toen op een gegeven moment dacht ik dus van, ik moet er toch echt wel rekening mee houden dat ik dus een gevoeligheid heb. Dat had ik volgens mij gelezen op de website van de patiëntenvereniging voor mensen met psychose gevoeligheid Anoixus. En ja, dat was misschien ook met Jim van Os, hadden ze via hem gehoord. Ik weet niet wie die term bedacht heeft, maar ik dacht in ieder geval van, nou, psychose gevoeligheid... dat vind ik een term die wel bij mij past. Want het betekent, zo zei een vriendin dat ook, ze zei van ja, want eigenlijk ben je gewoon normaal. Behalve als je ziek bent, maar dan weet je dat ook van jezelf. Dus zo, als het te sprake komt in gesprekken met andere mensen, dan vertel ik dat ook zo. Dan soms komt het niet te sprake, maar soms wel. Dan zeg ik, nou ja, ik heb een gevoeligheid voor psychose en manieën. En ja, ik merk... dat mensen daar eigenlijk heel open over reageren. Sommige mensen zeggen, oh, maar ik heb dit en dit. Of ik heb het aan mijn nieren. Of ik heb het aan mijn hart gehad toen ik jong was. En dan krijg je een heel persoonlijk verhaal te horen. Dus eigenlijk merk ik dat mensen... ik vind eigenlijk best wel open tegenover staan. En... als dat niet zo is, dan denk ik was die persoon waarschijnlijk ook... dan hoort hij niet zo bij mij, zeg maar. Ik denk wel dat hij bij een rol speelt dat ik financieel onafhankelijk ben. Ik kan me voorstellen als je ergens werkt
dat het moeilijker is, vooral bij sollicitaties, om er open over te zijn. Maar goed, dat is misschien ook weer een heel apart discussieonderwerp. Maar in ieder geval heb ik op een gegeven moment, had ik ook bedacht, kreeg ik ook een andere visie op het leven. En had ik ook echt het idee dat God tegen me zei, toen ik dus die tweede keer gedwongen was opgenomen, van ik geef je het advies om open te zijn over je psychische kwetsbaarheid en om naar mijn huis te komen. En toen had ik ook het idee dat er meer begrip was voor mijn psychosegevoeligheid in de kerk. En sommige mensen zeiden ook, nee, dat is geen ziekte, dat is een gave en wees er blij mee. Ja, ik zie het eigenlijk als beide. Ik denk dat het voor mij wel degelijk belangrijk is dat ik mijn medicijnen moet nemen. Maar tegelijkertijd heb ik ook een andere visie op het leven ontwikkeld. Namelijk dat iedereen waardevol is. Er bestond heel erg in onze maatschappij het idee dat je pas waardevol bent als je nou, heel hard werkt en veel geld verdient. Ja, nu zitten we in een coronacrisis en nu zien we dat iedereen van belang is en dat schoonmakers ontzettend belangrijk zijn. Dat gevoel had ik wel al nadat ik die psychose had gehad. Maar, en natuurlijk is de coronacrisis heel erg tragisch voor degene die het betreft, laat ik dat voorop stellen. Ja, dit grote, verdrietige en tragische gebeuren. Heeft ook wel weer ja, dat je ziet dat inderdaad nu de schoonmakers bijvoorbeeld of zorgmedewerkers, dat die wel gewaardeerd worden. Dus dat je een soort andere visie krijgt op wat, wat belangrijk is. Dus ja, het is een heel lang verhaal geworden over stigmatisering. Het is ook iets waar ik zelf ja, die psychose hebben hem heel erg aan het denken gezet. En ik hoop dat het je een beetje geholpen heeft. Als je zelf nog ideeën hebt voor onderwerpen waarvan je het fijn vindt als ik die bespreek, dan kun je ze hier beneden in de comments zetten. En dan kan ik kijken of ik jouw onderwerp de volgende keer kan behandelen. En ik wens je heel veel liefs en heel veel sterkte. En vooral in deze moeilijke tijd. Aan de andere kant, het is lente en de zon schijnt, dus probeer te koesteren wat er wel is. Dat heeft mij ook heel erg geholpen, hoewel je heel erg lijdt. En vooral als je depressief bent, dan zie je, ja, de lentes, er zijn heel veel lentes totaal langs me heen gegaan. Maar op sommige momenten lukt het me wel om een mooie bloem te zien bijvoorbeeld. Dus dat gun ik jou ook. Allerliefste sterkte. Tot een keer de volgende keer. Doeg!